Weet je nog? Dat we nog inbelden met een modem? Dat we dachten dat we tractors nog zelf zouden besturen. En auto's. En dat dat veiliger zou zijn. Dat nepnieuws ons nog niet probeerde te beïnvloeden. Russia is seeking to weaponize information. Deploying its state-run media organizations to plant fake stories. At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. I am not a robot. My intonation is always different. Ja, het cliché is waar. Digitalisering verandert alles ingrijpend. De ontwikkelingen gaan razendsnel. En ze gaan steeds sneller. Zo snel dat het soms lijkt alsof we achter de feiten aanlopen. Er komen veel nieuwe vraagstukken op ons af. Hoe activeren we nou die mensen om te ontwikkelen op digitaal gebied? So most importantly, the organization needs to be really clear about the data that it collects about individuals. Met die app kun je bijvoorbeeld online bewijzen dat je boven de 18 bent, zonder dat je verder iets anders van jezelf onthult. The online giants like Google and Facebook say they're trying to prevent fake news spreading on their sites. But is it too late to stop the rot? Vraagstukken waarop we antwoorden moeten hebben. Met die antwoorden leggen we het fundament voor onze toekomst. Want de toekomst is geen gegeven. De toekomst geven we zelf vorm. Alles wat er tot nu toe is ontstaan, is het directe gevolg van onze keuzes. En alles wat er in de toekomst gebeurt, zal ook het gevolg zijn van onze keuzes. Laten we in actie komen. Laten we ervoor kiezen om kansen te benutten, om aan het roer te staan van onze toekomst. En te zorgen voor gelijke kansen in een veilige digitale omgeving. En een concurrerende digitale economie die eerlijk en transparant is. Nederland heeft al een bijzondere internationale positie. Met een uitstekende digitale infrastructuur, een hoog opgeleide beroepsbevolking en consumenten die digitale oplossingen omarmen. Laten we samenwerken met overheid, bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke organisaties. Om te versnellen, om vooruit te lopen, in de wereld, in Europa. Zodat we met recht kunnen zeggen, Nederland digitaal. Hier kan het. Hier gebeurt het.